krijgen weer een afdaling van 7%. Met een bochten erin natuurlijk. Er staat daar ook weer een museumstuk. Een beetje smaller hier in de tunneltjes. Pas dus net langs elkaar, hè. Kijk, die heb ook even zijn groot licht aan gedaan. Mooi, hè? Oké, hoi. Van Nederlanders, hè, met een caravanetje. Leuk, joh. Een praatje. De andere kant is voor de trein, hè? Niet voor het tegenverkeer. Het tegenverkeer komt ook over dit baantje heen. Kijk, ze zijn net bijna op de koolcirkel, hè? 800 meter. Zo, dat hier ook een beetje snel. Nou, gewoon weer een stukje doen, hè? Even door de prairie. Nou, die bus daar, die kan ook zo het museum in. Het is maandagochtend en we zijn weer op gang. Zoals je ziet, de informatieborden. Campings genoeg hier, zeg, in het land. Oeps, toen werd het een beetje smal. We verstoppen bij een supermarkt. Daar even een waterval. Wel mooi zo'n huisje. Tenminste wel een mooi uitzicht. Kijk hoe dit opstuift. Kun je die Nederlandse toeristen hier daar zo. Met die Volvo. Zijn we alles vaker tegengekomen. Stonden die niet op de Noordkaap ook? Nou, dat hebben we ook weer even gezien, hè. Dat is wel even leuk. Maar daarna ons culturele uitstapje krijgen we honger. Kijk, daar zitten de worstjes in. Bakje melk erbij. Helemaal goed, hoor. Die wil even stilwezen thuis. We moeten even een middag dutje doen. Een trucenstukje. We hebben natuurlijk die grote wekker nog, maar die bel. Die is even af laten gaan. Kijk hoe snel je wakker bent. Misschien helpt het. Heb je je bonnetje? Zit je te kijken of er een handje in zit die hem aangeeft? Komt geen bonnetje uit. Smal bruggetje, zeg. Ja, even wachten met je camper. Moet je kijken, daar is de stad al voorbij. Valt ze wat voor over. Nou, het eerste culturele uitstapje voor de dinsdag hebben we alvast weer te pakken.
vrije weg. Nergens om. Klapt hem zo met 80 door de tolstation. Nee, stopt niet eens. Wel is de deur, zegt hij. Het is geloof ik de bedoeling dat we daar naar boven klimmen. Ik vind het toch wel erg hoog hoor. Kijk, daar staat het vakantiejaar, zie. Kijk er zo bovenop. Zo, wordt weer even een uitremactie. Het bruggetje is een beetje smal. Kijk, een oud Volkswagenbusje, een campertje. Kijk, het gras groeit hier op het dak. Wel vaker gezien. Volgens ons voor de isolatie. Tentmassetje. Ja, dat zou ik misschien niet zeggen, maar we zitten hier 900 meter hoogte. Het Volvootje. Zo, jij durft. Kijk, we zagen weer wat. Oude 140 Scania. Prachtig. Even een paar foto's maken. Nou, jullie zien, het is prachtig weer. Dus we hadden besloten om eens een bezoek te brengen aan het Openluchtmuseum. Net even met die eigenaar staan te praten. Die vorig jaar nog meegedaan aan een rally met die auto. En binnen heb je nog een splinternieuwe cabine staan. Komt zo uit de fabriek vandaan. We zitten bij Oslo en we staan in de file. Dat hebben we anderhalve week niet gehad. Lijkt de periferiek van Parijs wel. Kijk, staan mijn collega. Ja, het is donderdagochtend en we hebben weer lekker de gang erin. Hier is de grens. Even tanken. Hij loopt wel duur, hè? Vind je niet? Ja, alweer leeg die tank. Alweer leeg die tank. Tjonge, jonge. Er gaat nog wat in. Kijk, we gaan naar het Volvo Museum. Ja, hier moet het wezen. Nou kijk, we hebben het gevonden, het Volvo Museum. De eerste carrosserietjes. Houdt de koetswerker op.
kijk, prachtig. Kijk, de oude Mustang. Kijk, iedereen staat al in de rij. En wij moeten ons ticket nog gaan halen, want we hebben even op het terrasje zitten te eten. Hij moet hier de haven uit, dus hij moet eerst omkeren. Achter hier zie je de stad, Malmö. Dit is een Euro 0 motor. Dit is de brug tussen Malmö en Kopenhagen. Nou, we maken nog even een rondje op de boot. Gaan we daar naar beneden toe. Nou, we zijn weer bijna thuis. Je ziet het. Ik heb hem